Physical, de gloednieuwe van Dua Lipa. En volgens mij heb jij nog meer veel gloednieuwe muziek. Gloednieuwere muziek. Zeker, ik heb een aantal nieuwe releases inderdaad. Ja, zeker. Eentje ook met een gloednieuwe clip, die is gisteren uitgekomen. Namelijk Justin Bieber en Quavo. Is op zich wel een opvallende samenwerking. Ze hebben het nieuwe nummer Intentions uitgebracht. Wat je in de clip ziet, drie fantastisch mooie vrouwen. Daar draait het nummer niet om. Ze willen een soort van boodschap willen ze verspreiden. Dat is toch ook opvallend bij Justin Bieber. Wat is de boodschap dan? Hij wil de boodschap verspreiden dat het leven niet altijd een roze wolken. Ze draait altijd om steun, hulp en vrijgevigheid. En dat blijkt dan ook wanneer hij een auto cadeau doet aan een van die meisjes die hij dan in die clip laat zien. Klein stukje van het nummer laten horen? Klein stukje. Klein stukje, want ja, zo goed is hij ook niet. Ik vind het ook een beetje zo'n Hives liedje of zo, vind je niet? Hives? Een beetje Hives-achtig of zo. Lekker krabbelen. Ja, nee, maar even serieus. Vind je het niet een klein beetje zo'n nummer wat je dan, wat je op Hives zou kunnen horen? Want als je op een account komt. Ja. Ken jij dat nog? Ja, zo oud ben ik wel, ja. Sorry. Nee, maar dat vind ik niet. Ik vind het echt een schattig nummer. Echt zo'n girly song. Een girly song, ja precies, Hives dus. Oké. Okay. Is er nog betere muziek uitgekomen? Nou, deze is ook op zich wel niet te missen. Ook gisteren een videoclip uitgekomen. Ik heb hem toen nog aan jou gestuurd. Van, hij komt nog uit over 40 minuten. Ook nog gloednieuw. Namelijk de nieuwe track van Anne-Marie. Ze werd bekend met het nummer van Clean Bandit, Rockabye. En het nieuwe nummer heet Birthday. Het gaat niet over haar verjaardag, want die valt op 7 april. Dat heb ik eventjes voor je uitgezocht. Ik ga wel een klein stukje aan je laten horen. De nieuwe van Anne-Marie, Birthday, is deze. Nou, die is wel lekker, toch? Ik vond het beter. Ik hoorde trouwens dat je hem gisteren voor je hem niet zo heel erg leuk. Nee, nou ja, hij zit dus deze videoclip, mocht je er nieuwsgierig naar zijn, straks ook in de tv-uitzending van Him for the Weekend. En die was ik dus gisteren aan het monteren en ik zag hem voorbij komen. En ik vind Emery vaak best wel leuke muziek hebben. Rockabye van Clean Bandit vond ik superleuk. Maar ook Friends, samen met Marshmello. Ja. Dus ik had wel hoge verwachtingen, maar ik vond het Oké. Ik zou hem wel draaien op mijn birthday, hoor. Ja? Ja. Je birthday? Ja. Nou, oké. Okay. Wanneer is die? 19 maart. Oh, dat is op zich ook nog wel redelijk recent, ja. Zullen we gewoon naar de laatste release gaan? Vooruit. Is een opvallende samenwerking, namelijk Galantis, Hoek en Sling, samen met Dotan, zit ook in de televisieuitzending, toch? Ja, klopt. Maar wat ik me afvroeg, want ik zag dat Dotan is Nederlands. Ik ken Galantis niet zo goed. Is dat ook een Nederlands iets dan? Galantis? Nee. Die komen uit Zweden namelijk. Ja, precies. Dus dat is een heel opvallende samenwerking. Ja. En ik moet zeggen, Dotan is toen best wel een tijdje geleden zo'n ophef over geweest. Wat die man ook alweer gedaan had. Allemaal trollen ingezet of zo op zijn account. Een trollenleger inderdaad, ja. En toch heeft hij een flinke comeback gemaakt. Want Galantis heeft het goed gedaan. Peanut Butter Jelly, ik weet niet of je hem nog kent. Ja, zeker. Ja, dat was een lekker nummer. En Dotan zit gewoon samen met Hoek en Sling in dit nummer. En die wil ik je eigenlijk niet onthouden. Dus die wil ik gewoon gaan draaien. Die moest ik hebben. Nieuwe nummer dus, en die ga ik helemaal draaien. I was lost in love. Let me show you. So drink from me, drink from me. Let me show you. We're on a sail so high, so high. Let me show you across the line. Him for the weekend.